Als ik dit op heb. En het is heel dicht bij het strand. Robots aan het maken. Is het weekend of wat? De zon is zuik. Gewoon hetgeen wat ik in huis heb. Eén tepeltje. Tepeltje? Ja. Hallo, welkom in deze nieuwe weekendvlog. Het is vrijdagochtend. De kids zijn lekker thuis, ook nog in hun... Ja, we hebben gewoon lekker joggingdag, want het is buiten echt aan het regenen. Dus even lekker binnen. De kids hadden zin in een gebakken eitje, dus ik maak een boterham met ei voor hun. En ik ben hier wat terug aan het zoeken. Sietke van Travel Many Roads, de vloggers die ik volg. Heel leuk om eens te kijken als je houdt van reisvlogs. Die heeft gezongen op de Eeuwjongerendag, dus daar ben ik even terug aan het zoeken. Ik heb hem niet gevonden. Oké, jongens, dat is niet goed. We gaan even een fruitje eten. Super vet. Huis? Ja. Hoi. Hoi. Ik heb vannacht bij mama geslapen. Waarom? Waarom? Wat had je? Pijn aan mijn voet. Pijn aan je voet, hè? Groeipijn, hè? Vond je het fijn om bij ons even te liggen dan? Ja. Ik ben even de was aan het opvouwen en het is zo leuk, want er hangen allemaal van die leuke zomerjurkjes bij, zoals die. En die zijn van Lea's nicht, van Amy. Die heb ik even gewassen, want Lea is iets gegroeid. Waarschijnlijk kan ze die dingen toch al aan. En we gaan over een dikke week naar Tenerife, dus dan heb ik die allemaal gewassen. Kunnen we allemaal leuke zomerjurkjes meenemen. En dit is jouw favoriet, hè? Dat is het tovershirt van Anna en Elsa. Die is nu aan het wachten tot die droog is. Dus gaat. Afgelopen weekend stond ik op een robbenmarkt samen met mijn zusje. Zij heeft met Maarten samen alles opgebouwd. En toen kwam ik later met de kids. En toen ik aankwam, zei ze, ja, ik heb een paar van jouw kleren al eruit gehaald van mezelf. Ik zeg, oké, dan haal ik een paar van jouw kleren eruit van mezelf. Dus ik heb deze blouse of hemd. Ik weet nooit wat dat is, wat het verschil is. En deze. Ik ben eigenlijk niet zo van de blouse en hemden. Maar ja, als het gratis is. Nee, maar ik I give it a try. Nou jongens, de strijk is gedaan. Nick is even nog lekker aan het bouwen terwijl Lea slaapt. Ik heb beloofd dat ik dadelijk even mee kon bouwen. En ik. En dadelijk betekent als ik dit op heb. Ik kan jullie ondertussen misschien even laten zien waar wij verblijven als we naar Tenerife gaan en de workshop hebben met mannelijk werken. We zijn dus in de eerste fase van de vakantie in Abadis. Daar vindt ook de workshop plaats met mannelijk werken. Dat is van Octavio Miguel, de eerste Airbnb. Ik zal even wat fotootjes zien. En het is heel dicht bij het strand, echt op loopafstand. Tadaa. Ziet er heel mooi uit. Ik heb heel veel zin in. Dus dat is ons eerste verblijf. Kijk, hier is het strand en hier zitten we, dus daar kun je zo naartoe lopen. En als tweede verblijf Santa Cruz de Tenerife. Dus andere plek. Wat meer in de buurt bij de bergen, zeg maar. Hele mooie wandelroutes, mooie natuur. Dus dat ziet er ook heel mooi uit. Heel rustig schijnt het daar te zijn. Hangmat! Vandaag nog getekend of geverfd. We hebben er heel veel zin in. We zijn ook heel benieuwd wat de workshop nog bij ons los gaat maken. En Anneke, mijn schoonmoeder, de moeder van Maarten, gaat ook mee. Die heeft zelf aangeboden om mee te gaan. Dat is super fijn, want dan kunnen wij bepaalde workshops deelnemen zonder de kids. Anneke gaat dan met hun lekker naar het strand en, of als Lea slaapt, dat ze dan bij hun blijft. Dus een hele fijne combinatie. Natuurlijk gaan we ook samen leuke dingen doen met oma erbij.
Nu kan je deze hierin zetten. En dan moet je nog twee van die kleine lange. Deze. Mm-hmm. En dan moet je dan hier. En dan heb je hem. Oké, dus wat wil je nou? Dat jij maakt. Kijk, heb je het goed gezien? Ja. Hoe was die? Die was hier. Ja. Die was hier. Die hier. Ja. Hier. Nee, die had er niet bij. Oh, alleen deze. Ja, hier? Alleen andersom. Zo. Nee, zo. Nog één keer, nog twee keer draaien. Ja. Dat is het? Ja. Heb ik hem? Ja. Nou, ben ik toch niet zo dom, hè? Nee. Ik ben een robot aan het maken. Oh, Lea wordt wakker. Had je goed geslapen, schat? Ja. Is het weekend of wat? Weekend! Even fitness, hè? Vanavond komt Mirna op bezoek met haar twee stoere zoons. En we gaan pannenkoeken eten. We hebben de tafel al was gedekt, hebben we even uitgetrokken. En we gaan dus een gezonde variant maken. Dus zonder suiker met speldmeel. En ik heb ook een vegan variant nu gemaakt met volkoren speldmeel, wat bakpoeder en amandel en rijstmelk. Dat hebben we nog nooit gemaakt, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Lukt het? Ja. Vind je dat leuk? Het is het leukste wat er is. Ik weet dan niet. Dat is het enige wat ik kan. Daarom is het ook misschien het leukste wat er is. Vind je het echt leuk? Ja, ik vind het wel leuk, ja. En vooral als mensen echt gewoon genieten dadelijk voor het eindresultaat. Dus als die gezichtjes van kinderen en van vrouwen zie. Ja, dan. Doe even normaal. En geniet ik gewoon. Ik word bijna even emotioneel. Gewoon van een simpele pannenkoek. Zien jullie die tranen? Ja, ze zijn helemaal gewoon. Zien jullie die emotie? Wegkrijgen in de smaak van zo'n pannenkoek. Vind je echt zo? Ik heb helemaal zo. Vlog zet. Dan krijg ik heel veel nieuwe abonnees. Oh ja man, dan ga je viral. Ik heb de vlogs al lang gezien. Ja? Weet je leien? Wat zeg je? Leien. Snijden? Ja. Zaterdagochtend. Het is al lang geleden dat we thuis in het weekend zaten. We zitten klaar om te ontbijten. Mama, ik heb hier ouwe. Echt waar? Ja. Oh. Waar wachten jullie eigenlijk op? We wachten tot mama het eten klaar heeft. Ja, dat denk ik. We gaan gewoon zitten en dan wachten we met z'n allen. Gezellig. Nee, ze wachten op een grote brood. En ik ga even een smoothie maken. Oké, wat zit erin? Spinazie, appelsap, sinaasappelsap. Nectarine, druiven, banaan, peer en havermout. Gewoon hetgeen wat ik in huis heb. En voor wat proteïne, voor de spiertjes. Niet dat ik bodybuilder wil worden, maar hè. Als je vegan bent, dan is het soms wat makkelijker om dit erbij te doen. Dan het helemaal uit je voeding te halen. Dus één tepeltje. Een theelepeltje. En finally nog een glas water. Papa die is eventjes naar een begrafenis. Wij zijn thuis en we gaan nu even een boekje lezen en Lea naar bed brengen. Hè? Ik wil muziek aan het boekje. Ja, op de achtergrond doen we wat muziek aan. Goed? Het is zondag en ik heb even lekker geëdit en dan komt Nicky mij binnen halen. Ik moet even... Oeh! Dat is leuk! Wauw!
Oh, maar papa. Dat vind ik niks. Huh? Kan het echt geen kort? Maar ik kan er niet op zitten dan, denk ik. Of wel? Nee, voor de kinderen. Oké. Okay.